Dank u wel, voorzitter. Voor BBB staat centraal dat klimaatbeleid realistisch, uitvoerbaar en in het belang van burgers, boeren en ondernemers is. De Klimaat- en Energieverkenning 2024 en de Klimaatnota brengen BBB tot een belangrijke conclusie. Een pas op de plaats is wat ons betreft nodig. BBB staat achter de klimaatdoelen, maar het wordt steeds duidelijker dat de huidige aanpak niet werkt. De rode lampjes op het dashboard van ons klimaatbeleid branden fel. En als er rode lampjes branden op je dashboard, is het tijd voor een pitstop in plaats van extra gas geven. Wat BBB betreft moeten we realistisch blijven. Het behalen van klimaatdoelen is een marathon en geen sprint. We moeten inzetten op structurele, lange termijn oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Boeren, burgers en ondernemers. En het huidige beleid legt te veel druk op korte termijn doelen en negeert de obstakels in de uitvoering. En BBB staat ook voor een pragmatische aanpak. Een aanpak die werkt voor het milieu, maar ook voor de samenleving. Wij geloven in kernenergie, in waterstof, groen, blauw, soms grijs. En een betrouwbare energievoorziening zonder nieuwe windmolens op land. En wij willen voorkomen dat bedrijven worden weggejaagd door onnodige lastenverhoging en willen een speelveld dat eerlijk blijft, zowel voor burgers als voor ondernemers. En voorzitter, wij moeten koers houden, maar ook koers corrigeren waar nodig. Alleen dan kunnen we klimaatbeleid voeren dat ook op de lange termijn werkt. Want wie rood staat, kan niet groen doen. In het hoofdlijnakkoord hebben we duidelijke stappen gezet om te zorgen dat we de uitdagingen van vandaag aanpakken, terwijl we ook vooruitkijken naar een duurzame toekomst die niet blijft hangen bij de eerste vier letters duur. Ik wil een aantal kernpunten uitlichten en heb daar ook wat vragen bij. Realistisch klimaatbeleid. BBB heeft er mede voor gezorgd dat het klimaatbeleid in het hoofdlijnenakkoord realistischer geworden is. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over investeringen in de juiste technologieën, zoals kernenergie en waterstof, en concrete stappen genomen om knelpunten als netcapaciteit op te pakken. Hoe zorgt de minister ervoor dat de plannen uit deze begroting niet alleen ambitieus, maar ook uitvoerbaar zijn, zonder dat dit leidt tot onevenredige lasten voor burgers en bedrijven? En daar hebben we het net in een interruptiedebat ook al over gehad, met name op het gebied ook van netwerkkosten. En dan windmolens op land. Voorzitter, er zijn Nederlanders die letterlijk ziek worden van windturbines. Mensen zoals Rianne en Bart uit Oosterhout, die 6 windmolens op 264 meter van hun woning hebben staan. Ons woongenot is naar de knoppen, zeggen zij, over het geluid dat zij dag en nacht horen. Voorzitter, deze mensen staan voor ons symbool voor de duizenden burgers in dit land die dezelfde overlast ervaren of daar bang voor zijn voor de toekomst. Vorige week mocht ik het alarmerende rapport Het Windmolendrama ontvangen met de heldere ondertitel hoe de uitrol van industriële windturbines een nieuwe toeslagenaffaire dreigt te worden. En enkele conclusies, voorzitter, burgers worden structureel uitgesloten in het besluitvormingsproces en omwonenden ervaren ernstige gezondheidseffecten van windturbines. Burgers krijgen ook onvoldoende bescherming door wetgeving. Bijvoorbeeld in de grensstreek, waar precies op de grens grote windmolens geplaatst worden zonder overleg met de Nederlandse overheid. Het internationale verdrag van ESPO staat dit niet toe. Ik zal daar in de tweede termijn ook een motie over indienen. En er zijn grote problemen met milieueffectrapportages. Over dit rapport hebben wij ook Kamervragen gesteld. Toch wil ik dit nog even benoemen hier. Want, voorzitter, BBB heeft zich altijd uitgesproken tegen de bouw van nieuwe windmolens op land. En dit staat, dankzij onze inzet, ook in het hoofdlijnakkoord opgenomen en in het regeerprogramma. BBB kiest voor alternatieven, zoals kernenergie, wat op de lange termijn veel duurzamer en betrouwbaarder is. Ik vraag dan ook de minister, het akkoord geeft aan dat beleid haalbaar, uitvoerbaar en gericht moet zijn op draagvlak in de samenleving. Hoe worden in dat kader in de nieuwe regelgeving de belangen van omwonenden beter beschermd bij windmolenprojecten? En hoe gaat het kabinet om met de uitspraken van het Europese Hof die vergunningen voor windturbines onrechtmatig verklaren?
En welke maatregelen gaat de minister nemen om gezondheidsrisico's door laagfrequent geluid van windturbines te onderzoeken en te beperken? Want het is niet eens onderzocht nog. En hoe rechtvaardigt de minister de kosten die de opwek van windenergie aan burgers... worden doorberekend via de netwerkkosten? BBB heeft in het hoofdlijnakkoord ook stevig ingezet op het aanpakken van de knelpunten rond netcapaciteit en dat is broodnodig. Bedrijven willen verduurzamen, maar worden belemmerd door een overbelast elektriciteitsnet. Voorbeelden zoals Gulpener, die fossielvrij bier wil brouwen, en de producent van Red Band en Venco, die CO2-neutrale snoep willen maken, laten zien dat de industrie wel wil, maar dat de capaciteit van het net onvoldoende is. Hoe wordt de prioriteit voor bedrijven die nu CO2-reductie kunnen realiseren gegarandeerd, vraag ik aan de minister. Zeker omdat we gezien de KEF alle zeilen bij moeten zetten om onze doelen te halen. En kan de minister aangeven wanneer deze bedrijven nieuwe netaansluitingen mogen verwachten, zodat zij hun plannen kunnen voortzetten? Dan subgrids. In het kader van energietransitie kunnen we veel leren van het gebruik van zogenaamde subgrids. Dus dat zijn kleinere elektriciteitsnetwerken, zoals die toegepast worden in Oekraïne. Door de impact van de oorlog op het elektriciteitsnetwerk zien we dat ze niet alleen relevant zijn voor duurzaamheid, maar ook voor het waarborgen van energiesoevereiniteit en veerkracht in tijden van crisis. Is de minister dit met BBB eens en is zij bereid om te kijken wat we daar in Nederland mee kunnen doen? Dan tenslotte, voorzitter, batterijen en energieopslag. In het hoofdlijnakkoord hebben we vastgelegd dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. De BTW op batterijen voor particulieren is afgeschaft, wat verduurzaming thuis stimuleert. Het is nu tijd om sportverenigingen en andere organisaties dezelfde kans te geven, zodat zij ook kunnen profiteren van energieopslag om kosten te besparen en verduurzaming te realiseren. Daarom vraag ik de minister, waarom is de BTW op batterijen voor sportverenigingen nog niet gelijk getrokken met die voor particulieren en is de minister bereid hier een pilot over te starten? Ik ga afsluiten. Dankzij ook onze inzet in het hoofdlijnenakkoord ligt er nu een pragmatische en op termijn uitvoerbare koers. Wij investeren in technologieën zoals kernenergie en waterstof, geven prioriteit aan bedrijven die nu willen verduurzamen en maken eerlijke regels voor sportverenigingen en burgers mogelijk. Zo bouwen we aan een toekomst waarin duurzaamheid en economische stabiliteit hand in hand gaan. En zo wordt elke dag BBB beter wat ons betreft, voorzitter. Dank u wel.